Leuk dat je kijkt naar Tuinplezier. Ik wil wat uitleggen over de siergrassen. Ze zijn zo ontzettend makkelijk en ze zijn ook nog superleuk voor in je tuin. Blijf zeker even kijken en vergeet niet te abonneren op ons kanaal en even een duimpje te geven, want dan help je ons ook weer. Siergrassen komen uit verschillende delen uit de wereld. Maar ze kunnen heel goed in Nederland vertoeven. Die je eigenlijk hier in de winkels kunt verkrijgen, die kan je dus supergoed in jouw tuin of zelfs op jouw balkon zetten. Want je kunt ze namelijk ook gewoon in potten en bakken zetten. Het is eigenlijk een tweedeling in de siergrassen. Degene die groen blijven en degene die niet groen blijven. Groen blijven zegt het natuurlijk al. Dat zijn degene die mooi in het blad blijven en die dus ook op kleur blijven en altijd dezelfde kleur in het blad hebben. Maar je hebt ook de niet-groenblijvers. Dat zijn degenen die eigenlijk afsterven. Doordat ze afsterven, worden ze dus mooi rood of oranje. Dat wil dus zeggen dat ze eigenlijk in het najaar al gaan verkleuren en in de winter zo mooi blijven. Ga je ze nog niet knippen, want je knipt ze eigenlijk pas in maart. Siergrassen zijn er echt in heel veel verschillende hoogtes te verkrijgen. Daarmee kun je heel veel diepte creëren in je tuin. Lage soorten, bijvoorbeeld de festuca. Maar bijvoorbeeld deze, de miscanthussen, die zijn weer wat hoger. De pampasgrassen kunnen echt wel super hoog worden. Zo'n 2 tot 2,5 meter hoogte. Dus durf die gewoon in de tuin te zetten, zodat je spanning krijgt totdat je verschillende hoogtewerking hebt. De verzorging van grassen is echt super makkelijk. Ze vragen wel wat water, maar in het najaar heb je ook wat meer regen. Als je ze gaat planten, geef ze dan ook goede grond mee. Dus maak het plantgat wat groter met verse aarde. Dat houdt wat beter vocht vast en je geeft daarmee ook vaak wat voeding mee. Ook in de potten gebruik je potgrond. Ook daar gaat vaak wat voeding in zitten en het water houdt die goed vast. Dus gebruik de juiste grond en dan heb je er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Vraag je misschien wel af, en hoe zit het dan eigenlijk met snoeien? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Je snoeit ze bijna niet. Zeker de groenblijvers, daar blijf je eigenlijk van af. Het enige wat je vaak van afknipt is een uitgebloeide bloem. Heeft hij nou heel erg in de winter geleden van de vorst en zijn ze wat lelijk, dan mag je ook de groenblijvers helemaal terugknippen. Maar dat doe je pas in maart. Want siergrassen die hebben een echt mooie sierwaarde, juist in de winter. Ze hebben mooie verkleuring, ze staan er mooi overeind en dan tussen al dat donkerbruin zie je vaak dat rode terugkomen. Dus laat ze in de winter ook gewoon mooi staan. En in maart knip je ze best wel diep terug. Ik laat het je even zien. Siergrassen mag je best wel diep terugpakken. Als je het grasje bekijkt, dan ga je hier eigenlijk terugknippen. Je pakt een scherpe snoeischaar en je begint eigenlijk gewoon alles kort knippen. Nu denk je misschien dat het wel heel erg kort afgeknipt. Ben niet bang, ze kunnen heel goed weer uitlopen. Met een beetje warmte en weer wat water gaan ze weer uitlopen. Zo zie je maar de siergrassen super veelzijdig, onderhoudsvriendelijk en ook nog eens decoratief. Dus bedankt voor het kijken, like even deze video en subscribe, want dan mis je namelijk helemaal geen video meer. Tot de volgende!